Nieuwe Amersfoortse wethouder verdedigt wachtgeld. En Utrechtse hulpverleners slaan alarm over Marokkaanse meisjes. Goedenavond, u kijkt naar U Vandaag. Opnieuw een wethouder die zijn wachtgeld moet verdedigen. Na alle commotie over Rinda den Beste in Utrecht afgelopen week ligt nu de nieuwe Amersfoortse PvdA-wethouder Bert Lubbingen onder vuur. Een jaar geleden stopte hij vrijwillig als wethouder in Nieuwegein, nog voordat zijn termijn erop zat. Diverse gemeenteraadsleden van Nieuwegein uiten vandaag in het AD kritiek op hun oud-wethouder. Ze vragen zich af waarom hij in Nieuwegein is gestopt en nu toch weer in Amersfoort met dezelfde portefeuille aan de slag gaat. De handelwijze heeft Nieuwegein een jaar wachtgeld gekost. Lubbingen vindt zijn stap prima te verdedigen. Nou ja, ik ben 10 jaar wethouder geweest in Nieuwegein. Ik ben 18 jaar actief geweest in de politiek in Nieuwegein. Dan is het op een gegeven moment voor de stad ook goed als er nieuwe gezichten komen. En als dan de uitdaging komt om in Amersfoort en met wat bestuurders met ervaring aan de slag te gaan, ja, dan voel ik dat ook als verantwoordelijkheid om dat aan te gaan. De Utrechtse PvdA-wethouder Den Beste besloot afgelopen week onder druk van alle kritiek af te zien van haar recht op wachtgeld. En de veranderingen in het Amersfoortse stadsbestuur zijn goed nieuws voor Amersfoorters met een laag inkomen. De nieuwe partijen willen 1,5 miljoen euro extra uitgeven aan armoedebeleid. En daar zijn ze bij de voedselbank heel blij mee. Dit heeft dus echt gewoon volgestaan en dan praat ik dus over half december. Nou, je ziet nu echt gewoon overal de gaten in. De schappen van Voedselfocus in Amersfoort worden alsmaar leger. Supermarkten leveren steeds minder aan, terwijl de vraag naar de spullen van de voedselbank alleen maar toeneemt. Het aantal gezinnen wat hier komt stijgt, schrikbarend. De laatste week hebben we 40 nieuwe cliënten erbij gekregen. Dat zijn echt hele trieste gevallen waar je over praat. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Vandaag komt een van de nieuwe Amersfoortse wethouders goed nieuws brengen. Het nieuwe college in Amersfoort maakt 1,5 miljoen euro vrij om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. We zien dat de crisis lange tijd aanduurt, langer dan we zelf gedacht hadden dat mensen te knel komen. En we richten ons op 2 punten in het sociale gezicht. Enerzijds op mensen die tegemoet komen kunnen krijgen, mensen die echt in de knel komen om die tegemoet te komen, gaan we verder uitwerken. Een ander punt is dat we organisaties die juist zich inzetten voor dit soort mensen een steun in de rug willen geven. En zo'n organisatie is Voedselfocus. Ze staan te springen om de hulp. Nou, op zich is dat hartstikke goed natuurlijk. Amersfoort laat de sociale kant zien. Ja, daar mogen we wel trots op zijn. En hoe zijn de voorraden op zich op dit moment? Behalve voor veel huishoudens is het ook crisis voor gemeenten. Ook de gemeente Amersfoort moet flink bezuinigen. Toch vindt de nieuwe PvdA-wethouder het verantwoord om nu dit extra geld uit te geven. Voor ons was het argument dat we zeiden van wij treden alleen toe tot een nieuw college op het moment dat we dit soort type maatregelen ook in het nieuwe akkoord kunnen krijgen. De vrijwilligers van de voedselbank durven de vlag nog niet vandaag al uit te steken. Eerst zien dan geloven, zo ben ik ook wel. Maar als het geld eenmaal is overgemaakt, staan een nieuw busje, wat extra dozen luiers en een flinke reserve levensmiddelen op het lijstje om aangeschaft te worden. Ja, die 1,5 miljoen euro gaat uiteraard niet alleen naar de voedselbank. In de komende maanden moet duidelijk worden hoeveel geld er precies naar welke instanties gaat. Utrechtse hulpverleners maken zich zorgen over Marokkaanse meisjes. De Marokkaanse vrouwenorganisatie Al Amal uit Kanaleneiland vindt dat er meer aandacht voor de meisjes moet komen. Ze spijbelen meer, plegen meer winkeldiefstallen en het aantal meisjes dat van school gaat zonder diploma is de afgelopen 2 jaar fors gestegen. Omdat ze gewend zijn dingen stiekem te doen, verborgen voor hun familie, gaan ze steeds verder met criminele activiteiten en raken ze met zichzelf in de knoop. Dat zegt vrouwenorganisatie Al Amal in de Volkskrant. Ook het jongerenwerk Utrecht ziet de problemen. De meeste aandacht gaat uit naar Marokkaanse jongens die overlast veroorzaken. Ja, de problemen van de Marokkaanse meisjes zijn dus redelijk onzichtbaar. In Baarn is een auto over de kop gegaan. Dat gebeurde op de Zandheuvelweg. De 18-jarige bestuurster raakte een boom en kwam op de linkerweghelft terecht. Daar belandde de auto op de kop. Hoe de vrouw eraan toe is niet bekend. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Bij de Utrechtse welzijnsinstelling Portes verdwijnen honderden banen. De gemeente Utrecht wil dat andere organisaties het welzijnswerk overnemen. Met die organisaties onderhandelt Portes nog over de overname van personeel. Maar vanwege de wettelijke opzegtermijn kreeg een deel van de medewerkers deze week al te horen dat er ontslag voor hen wordt aangevraagd.
Amersfoorters omschrijven hun stad als historisch, gezellig en centraal. Dat blijkt uit onderzoek onder het Amersfoort Panel. Het panel kreeg de vraag voorgelegd hoe ze hun stad zouden omschrijven aan iemand die Amersfoort niet goed kent. De historische binnenstad, gezelligheid en de centrale ligging scoren hoog. Het Amersfoort Panel bestaat uit ruim 3000 mensen die zich hebben opgegeven om mee te doen aan onderzoeken van de gemeente. Fruitbomen, exotische planten en moestuintjes. Allemaal door buurtbewoners zelf aangelegd en bekostigd in de natuurtuin De Koppel in Amersfoort. En met succes, de tuin zorgt in de probleemwijk voor een samenkomst van buurtbewoners. En kinderen uit de buurt hebben eindelijk een plek om te spelen. Maar nu dreigt het stuk land definitief te verdwijnen. De gemeente wil het namelijk verkopen, zodat er op gebouwd kan worden. Maar buurtbewoners laten dat niet zomaar gebeuren. Ja, dit is onze gemeenschappelijke tuin. Met een moestuin, zandbak en loungebanken staat dit stukje grond in De Koppel in contrast met het beton en de flatgebouwen verderop in de buurt. Ja, het groeit, het bloeit, het biedt wat kleur in de wijk en gezelligheid. Buurtbewoners, zoals George Overbeek, krijgen de grond zo'n 5 jaar geleden in bruikleen van de gemeente. Wat destijds nog braak lag, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een gezamenlijke ontmoetingsplek met speeltoestellen en loslopende kippen. Zomers een beetje barbecue, bij elkaar ontmoeten. De kinderen komen heel veel spelen hier. Dus dat is een mooi resultaat, vind ik. Maar hoe mooi dan ook, op deze grond komt binnenkort een verkoopbord te staan. Wat de gemeente betreft gaat de natuurtuin op de schop. Dit komt vanuit de mensen zelf. Dat is wat de gemeente ook altijd wil. Dat noemen ze kracht van de stad. Dan gebeurt dat en dan nemen mensen initiatief en dan stoppen ze daar ook nog tijd, energie en geld in. En wat de gemeente dan doet, is dat niet belonen, maar dat proberen af te breken. De gemeente gooit het stuk land nu in de verkoop, want ze willen er geld voor zien. De hoogste bieder mag op deze grond wat neerzetten. Het meeste pijn doet het feit dat niemand thuis geeft om erover te hebben. Om eens te kijken van wat de waarde is en om eens te denken van hey, misschien is het wel meer waard dan dat het straks in geld oplevert. En daarom hebben buurtbewoners aangegeven zelf het stuk grond te willen kopen, als de koop aan een projectontwikkelaar echt doorgaat. De gemeente zegt dat wordt bekeken of er elders in Amersfoort een vervangende natuurtuin kan worden aangelegd. Ja, de dieren moeten raar hebben opgekeken vandaag in Dierenpark Amersfoort. Tientallen kinderen trokken gewapend met hark en schep de dierenverblijven in. Tijdens de voorjaarsvakantie kan het dierenpark wel een paar extra handen gebruiken. En daarom mogen kinderen voor openingstijd helpen bij een grote voorjaarsschoonmaak. Zo'n 30 kinderen mesten dierenverblijven uit en maakten het ontbijt klaar van de giraffen, zebra's en vogels. Dat is natuurlijk niet alleen avontuurlijk, maar ook leerzaam. Hier lopen normaal gesproken de dieren. En dat is al heel spannend dat je ergens komt waar je normaal gesproken niet komt. Dus dat is hartstikke leuk. En de kinderen zien dan dat het eigenlijk heel gek is, want er lopen hier vrij grote dieren en die hebben allemaal hele kleine drolletjes. De junior dierenverzorgers kunnen nog komende week elke ochtend bij het park terecht. Dan de verhuizing van de marinierskazerne in Doorn. Die verhuist definitief naar Vlissingen. En dat betekent een onzekere tijd voor honderden mariniersgezinnen. Gaan ze mee naar Zeeland of gaat papa heen en weer reizen? Ja, verdriet eigenlijk. Heel veel verdriet. Als gezin zijn wij natuurlijk verdrietig. Maar ook, ik ben ook heel chagrijnig ervan. Ik ben daar echt even van ondersteboven geweest. Ingeborg en Marieke zijn allebei getrouwd met een marinier. En dus was het de afgelopen tijd spannend. Vorige week krijgen ze eindelijk duidelijkheid. Ik had meer zoiets van, het kan gewoon niet waar zijn. De marinierskazerne in Doorn verhuist binnen 4 jaar naar Vlissingen. En daar zijn de mariniersvrouwen op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Ik kan daar af en toe echt wel letterlijk een traan om laten. Dat je gewoon zo ermee bezig bent in je hoofd van hoe moet dit verder? Er zijn eigenlijk alleen maar verliezers in het spel. Hoe je het ook wendt of keert, ons leven staat op zijn kop met een verhuizing naar Vlissingen. Ingeborg en Marieke hebben allebei kinderen. Vooral voor hen is het moeilijk te bevatten. Vorige week wilde ik een stukje bekijken waarin de beslissing uitgelegd werd. En onze middelste die barstte bijna in huilen uit van, oh, zien we papa dan nooit meer? En dat de kinderen het niet zien zitten blijkt vorig jaar april al. Want dan spreken we Marieke ook over de dreigende verhuizing. Ja, daar zijn wij heel erg bang voor, ja. Dat schudt er al één nee. Beide gezinnen hebben inmiddels de keuze gemaakt om niet te verhuizen naar Vlissingen. De optie dat hun man alleen in de weekenden thuis is, staat nog open. Maar ik vind hem niet gewenst.
wij zitten niet te wachten op een weekendrelatie. Ik heb 3 kinderen die over een aantal jaar allemaal in de puberteit zitten. Nou, volgens mij hoef ik niet te vertellen dat een vader dan heel hard nodig is. Critici zeggen dat het allemaal een risico van het vak is. Een marinier en zijn gezin weten nou eenmaal dat ze met dit soort onzekerheden te maken kunnen krijgen. Maar daar zijn Ingeborg en Marieke het nu niet mee eens. Ja, maar het is ons leven. Ik heb natuurlijk niet alleen over mijn en mijn kinderen of onze kinderen een sociale leven, maar ook dat van mijn man. En we hebben samen een gezin. We hebben het nu over dat wij ons hele leven moeten gaan verplaatsen naar een andere plaats, naar een andere woonplaats. En dat is iets heel anders dan als de echtgenoot een paar weken op oefening gaat. Eén ding is duidelijk, er moet een keuze gemaakt worden, maar dat gaat niet meevallen. Het punt is gewoon, je komt er niet uit. Wat ik net aangaf, er zijn eigenlijk alleen maar verliezers in het spel. Hoe je het ook went of keert. En je komt er niet uit. Er moet een keuze gemaakt worden, dat is duidelijk. Maar er is niet één keuze eigenlijk goed. Minister Hennis van Defensie zag dus geen reden om de verhuizing naar Vlissingen terug te draaien. Wel gaf ze toe dat de communicatie met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn onder valt, beter had gekund. We sluiten de week af met paardenvlees. Het is een groot schandaal in Europa. In producten uit de supermarkt, waar eigenlijk rundvlees in hoort te zitten, is vlees van paarden verwerkt. Gek genoeg leidt de ruil in veel landen tot een stijging van de verkoop van paardenbiefstukjes, tartaartjes en worsten. Het echtpaar Bokma uit Baarn vindt het hoog tijd dat meer mensen aan het paardenvlees gaan. Al 40 jaar runnen zij met veel liefde een paardenslagerij. Volgens hen gaat er niks boven hun vlees. 48. In deze Baarnse slagerij is meneer Bokma geboren. Hierboven. Hierboven? Hierboven, ja. Opvolger en zoon Kees zag ook in de slagerij het eerste levenslicht. Mijn zoon is daar geboren, op de andere kant, op het nieuwe gedeelte. En mevrouw Bokma, die is sinds ze een jong meisje was al gek van meneer Bokma en van paardenvlees. Je kan er zoveel lekkere dingen mee doen, haché, koelas. Je kan er lekkere kruiden doen, lekker tomaatje of een uitje erbij. Of een beetje wijn erbij met stoven, het is heerlijk. De lekkerste, paardenrookworst, kan niet. De zaak is al bijna 80 jaar in de familie. Een begrip in Baren en omstreken. Uit Soest, uit Eemnes, Lage Vuurse, Leusden, noem maar op. Laren. Dus daar zaten vroeger ook van oudsher paardenslagers. Want zoveel paardenslagers zijn er niet meer. Het vlees is de afgelopen decennia steeds minder populair geworden. Het ziet er heel lekker uit, paardengehakt. Maar je durft het niet aan. Je gaat er niet van hinniken. Nu is paardenvlees, wrang genoeg door het fraudeschandaal, weer het gesprek van de dag. De Bokma's hopen dat de verkoop stijgt. Want het vlees is niet alleen goedkoop. Een heel bakje voor 1,90. Hoe kun je het ervoor doen? Het is ook gezond en biologisch. Want de dieren hebben volop in de wei gehuppeld. Dit is een paard die hier is. Die heb in de sport gezeten. Dat was een harddraver. Zout en peper, een klein uitje erdoor. Even om en om bakken, ietsje langer als een biefstukje. Is heerlijk. Hey, bedankt, prettig weekend. Het fraudeschandaal van nu is mogelijk nog maar het topje van de ijsberg. Volgens zoon Bokma zijn er best wat restaurants die stiekem een paard serveren. Kijk, als geen kenner eet je het gewoon als zijnde gewoon een runderbiefstuk. Ja. Of een runder tunado. Maar het wil nog wel eens een paard zijn. Hier in Baarn gaat het gewoon open en bloot over de toonbank. De vraag rest, hoe smaakt dat vergeten vlees eigenlijk? Dank u wel. Dag. Voor jullie jongens. Ja, ik heb geen klachten gehoord en het was binnen een mum van tijd op, dus dat is een goed teken. Krijgt u tot slot nog het weer van mij. Vanavond is het bewolkt, droog en vrijwel windstil. Morgen is er vrij veel bewolking, soms is er wat zon en het blijft droog en het wordt maximaal 5 graden. Tot zover u vandaag van zaterdag 16 februari. Meer nieuws op onze site rtvutrecht.nl. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en graag tot later.